Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. In deze aflevering ga ik testen welk speeltje Matsie nou het allerleukst vindt, waar je dit hondenspeeltje kunt vinden en waarom Matsie nou juist zo dol is op dat speeltje. Blijf kijken! Een van de leukste dingen aan het hebben van een hond is dat je zo leuk met ze kunt spelen. Matsie wordt al helemaal gek hier in de winkel, die ruikt allemaal dingen, dus ik zet hem even neer. Dan kun je lekker snuffelen. Maar het spelen met je hond is niet alleen leuk, het is ook heel erg belangrijk voor het welzijn van je hond. Je hond wordt namelijk super gelukkig van spelen, dus daarom is het echt heel erg belangrijk dat je de juiste speeltjes uitkiest voor het hondenras wat jij hebt. Matsie, ga je zoeken naar de speeltjes of ben je onderweg naar het voedsel? Kijk hem lopen. Omdat je heel veel verschillende soorten hondenrassen hebt, heb je ook heel veel verschillende soorten speeltjes. Want bijna elk hondenras vindt weer iets anders heel erg leuk om te doen. Golden Retriever bijvoorbeeld, die vindt het heel erg leuk om iets te appelteren. Namelijk dat jij iets weggooit en dat hij het voor je kan ophalen en terugbrengen. Maar mijn hondenras, de Beagle, vindt het helemaal niet zo leuk om dingen terug te brengen. Die houden weer heel erg van snuffelen, dus een zoekspelletje is voor de Beagle weer leuk. En dan heb je bijvoorbeeld herdershonden, die vinden het helemaal geweldig om keihard achter een frisbee aan te chasen. Volgens mij wilde Matsie heel graag de giraf. Hij is echt de hele rij afgegaan en toen koos hij de giraf. Of die vind je ook al mooi, dat heb je ook al twee keer gekeken. Of die vindt hij ook heel mooi. Het meest bekende speeltje beginnen we mee, dat is deze, dat is het vlostouw. Die heb je echt in allerlei soorten maten, in het klein, in het groot, voor grotere honden. Je hebt ze in allerlei gekke soorten en vormen. En dit speeltje is heel erg leuk, het is natuurlijk een trekspelletje, maar er zitten hier ook wat spelregels aan. Want als je met je hond aan het vlostouw trekken bent, moet je altijd zorgen, als je ermee stopt, dat jij de laatste bent die gewonnen hebt. Want voor een hond is het eigenlijk een spelletje van wie is de sterkste, daarvoor vinden ze het zo leuk. Maar daarvoor is het ook belangrijk dat je er echt goede spelregels aan hangt. Matsie. Matsie vind je niet zo leuk in de kooi, je mag er zo weer uit. En een trekspelletje hoeft niet alleen met een vlostouw, dat kan met eindeloos veel spelletjes. En dat is wie is de sterkste? En dan heb je nog, even kijken hoor, deze. Deze is heel erg handig. Dat is dus een tennisbal in een vorm van een gooistok. En met dit speeltje kunnen ze in korte tijd heel erg veel energie kwijt. Omdat ze, jij staat stil en je gooit en die bal gaat verder, ze kunnen er achteraan rennen. Dus als je een keer niet heel veel tijd hebt om een hele grote ronde te lopen van een uur, dan kan je met dit soort spelletjes, van die gooispelletjes, zorgen dat ze alsnog hun energie heel goed kwijt kunnen. Dan heb je ook zoekspelletjes en daar zie ik er nu hier heel veel van. Zoals bijvoorbeeld deze. Je verstopt een koekje hierin en dan moeten ze net zo lang, zoals hier zie je het al een beetje op dit plaatje, moeten ze net zo lang aan het zoekspelletje gaan klooien dat ze uiteindelijk het koekje eruit halen. En dat vinden, zoals Matsies, die vinden dat heel erg leuk, want die hebben een hele goede neus. Kijk, je hebt er nog veel meer van in met zacht rubber en hier nog eentje in de vorm van een bot, in de vorm van een bal. Dan kan je kijken welke jouw hond het leukste vindt. Maar die zoekspelletjes zijn echt heel leuk. Het is ook handig als je hond zich een beetje verveelt. Daar zijn ze hier best wel een tijdje mee bezig. En dan heb je hier waar ik het net over had, dingen als de frisbee. Dat kunnen ze dan appelteren. Dat vinden labradors, herders, vinden dat helemaal geweldig. Kijk, het is een beetje zonde als je een hele dure frisbee koopt en je hond brengt hem niet terug. Want als ik naar Matsie een stok gooi, de ene keer brengt hij hem terug en de andere keer niet. Dus deze spelletjes moet je dan echt alleen doen als je zeker weet dat je hond het terugbrengt. Het is voor puppy's ook heel erg belangrijk dat je heel veel speelgoed hebt. Want puppy's gaan rond hun 12e week hun tandjes wisselen. En dan willen ze de hele tijd overal in bijten. En ik heb nog een heel interessant weetje. Honden zien hun speeltjes vaak als hetzelfde als dat wolven hun prooi zien. Dus daar vinden ze het heel erg leuk als een speeltje
geluid maakt. Want een prooi wat gevangen wordt en gegrepen wordt, dat piept ook van ah, laat me los, ik wil niet opgegeten worden. Dus kijk, weet je, dit is gewoon een stoffenspeeltje. Maar als een speeltje een beetje smaakt naar een soort van eetgeur, dan verscheuren ze hem nog sneller. En wat je goed in de gaten moet houden, is als honden spelen en ze pakken hun knuffel en ze gaan zo heel erg met hun kop schudden. Dan denk je, oh grappig, ze spelen heel leuk. Maar in feite zijn ze dan eigenlijk hun prooi aan het vermoorden. En dat moet je eigenlijk nooit toestaan. Mats doet het ook wel eens, dan pakt hij zijn knuffel en dan gaat hij zo heel erg schudden. En dan wil hij eigenlijk gewoon ja, zijn knuffel vermoorden. Dus dat moet je dan eventjes goed in de gaten houden. Maar daarom vinden ze dat piepje heel erg leuk. Ik vond het ook wel een geinig beetje. Ik ga Matsie even bevrijden, want die vindt het niet zo leuk in de bench. Ja, je moet niet klagen. Je had een lekker bordje. Zo, we gaan speeltjes uitkiezen, Matsie. We gaan even testen welk speeltje jij het leukste vindt. Oké, Matsie, kies eventjes een trekspelletje uit. Ja, we gaan 4 soorten dingen testen. Oh, deze is geniaal. Een emoji. Kijk hoe grappig. Vind je die leuk? Oké, kies een piepspelletje. Ja! We hebben het piepspelletje. Even kijken hoor, dan ga ik nog even een trekspelletje uitkiezen. Oké, ja, dan gewoon even, ik doe gewoon even een random vlostouw. En even kijken, oh ja, even een soort ja, frisbee hebben we nodig. Hier kan ik mee frisbeeën. En een zoekspelletje. Oh, Matsie is al begonnen. Wacht even, Mats. We moeten nog een spelletje hebben. Een zoekspelletje. Oké, kijk, dit is een zoekspelletje. Dan ga ik even brokjes in doen. Kom, Matsie. Oké, we gaan ze één voor één testen. We beginnen met de frisbee. Matsie, kijk eens. Oké, je mag even los. Matsie. Oké, ik denk dat deze ook gewoon... Deze is niet echt heel hoog op de lijst. Matsie is verdwenen. Matsie, kom eens. Oké, het ziet er niet echt uit alsof hij deze boeiend vindt. Oké, jongens, nummer 2. Matsie, kijk eens. Oh. Nou, deze vindt hij al interessant, hè? Oh, kijk, hij gaat al met meer. Hij gaat er al harder achteraan. Matsie. Nou. Nog steeds niet geweldig. Oké, de eerste 2, die hebben we denk ik niet gewonnen. Nummer 3, het trekspelletje. Matsie, kijk eens. Oké, volgens mij vindt hij deze allemaal wat leuker. Maar het konijn is nog steeds het boeiendst. Oh nee, dit vindt het zelfs van het konijn, het trekspelletje. Oh, hij piept ook nog. Deze staat tot nu toe op 1. Vind je het leuke trekspelletje? Ben jij zo sterk? Altijd op stal, als Matsie meegaat, doen de honden ook onder elkaar dit. Gewoon houden ze touw in hun mond en dan gaan ze de hele tijd die trekspelletjes doen. En er is één heel klein hondje bij ons op stal. En Matsie heeft een touw in zijn mond. En het kleine hondje wordt er helemaal achteraan gesleept. Maar toch houdt hij vast. Het is wel een beetje precies wat ik had verwacht. Achter een frisbee of zo aan, past helemaal niet bij het ras. Terwijl Buddy het helemaal geweldig vond. Die kon uren achter balletjes aanrennen. Dan het laatste, het zoekspelletje. We zijn nu midden in de winkel, dus misschien is Matsie een beetje afgeleid. Maar we gaan even kijken wat hij ervan vindt. Matsie, kijk eens. Kijk, hij weet dat er iets in zit. Komt er al iets uit, Mats? Ja, hij heeft er eentje! Goed zo! Dat is leuk, hè? Nog één! Dit speeltje heeft wel echt gewonnen, want met het vlostouw deed ik Matsie ook een beetje motiveren. En dit spelletje doet hij gewoon ja, helemaal zelf. Hij gaat er helemaal op los.
Dus de theorie klopt. Een beagle met zijn goede neus houdt het allermeeste van een zoekspelletje. Nou, dan gaat Matsi nog eventjes ondertussen lekker door met zijn spelletje waar snoepjes uitkomen. Ja, vet leuk, hè? Oh, je hebt nu al 3 snoepjes tegelijk. En dan wil ik tegen jullie zeggen, dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En heb je nou een vraag? Heb je bijvoorbeeld een bepaald hondenras waarvan je niet weet welk speeltje past nou bij mijn hondenras? Stel gewoon even al je vragen onder in de comments. Dan ga ik die allemaal beantwoorden. Nou, dankjewel voor het kijken. En Matsi, doe je even een duimpje omhoog? Doe je een pootje omhoog? Doei! Tot volgende week!